Met een blik op de dashboard zien wij dat het percentage van het aantal positief geteste personen flink gedaald is naar 5,2%. Van de 480 testen zijn er nu 25 mensen positief getest. Ook het reproductiegetal is gedaald naar 0,79. Wat wil zeggen dat als er 100 mensen zijn, zij 79 mensen zouden kunnen besmetten. Dus zo zoetjes komen we uit de vierde golf. Maar dat wil niet zeggen dat we erop los kunnen gaan. Want hetzelfde is ons vorig jaar overkomen toen ieder in december losging en gelijk daarna stapten we de derde golf in met alle gevolgen van dien. Hou je nog steeds aan de Magna-maatregelen. Goeiedag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag, woensdag 1 december. In deze aflevering willen wij aan u presenteren de onderdirecteur medische aangelegenheden bij de RGD, Sylvana Harderwijk-Linga. In gesprek met Amit Binda tijdens het live opbelprogramma Niet Zomaar een Prikje geeft zij aan wat haar taken zijn binnen de RGD en waar de RGD voor staat. Ik kan wel verklappen dat ik sinds kort ben benoemd tot onderdirecteur medische aangelegenheden. Ja. En onder mij valt heel wat verantwoordelijkheden. Dus ik heb niet alleen de artsen bij de RGD die onder mij vallen, maar ik heb ook de apotheken, het lab valt ook onder mij en het medisch directoraat op zich. Dat zijn mijn verantwoordelijkheden of dat zijn eigenlijk mijn werkgebieden. Ja. Maar om dat beter te begrijpen zou je dus dan eigenlijk in een nutshell moeten weten wat de RGD allemaal is. Mm-hmm. Wanneer u de slogan hoort, gezondheid dicht bij huis, dan hebben we het over de RGD. Ja. We hebben het over de regionale gezondheidsdienst. En wij zijn goed vertegenwoordigd in de kustvlakte. Met meer dan 50 polyklinieken. En dan praat ik dan niet alleen over basispolyklinieken, mm-hmm. maar ik praat ook over gezondheidscentra's, hulppolyklinieken, apotheken, lab, etcetera, etcetera. En wij geven ook verschillende diensten. We verlenen ook verschillende diensten. Los van algemene consulten ben je ook bij ons terecht. Ook voor chronische diensten. Dan verwijs ik dus naar hoge bloeddruk, suikerziekte, kunt u ook bij ons terechtkomen. Voor consultatiebureau kunt u uw kind brengen. Voor vaccinatie kunt u bij ons ook komen. Voor prenatale controle, dat zijn de zwangere vrouwen, mogen ook bij ons langskomen voor hun consult. Ja. Zo heb je dus dan ook de focus op de diabetische zorg bij ons. Dus we zijn eigenlijk van alles een beetje. Het is gezondheid dicht bij huis. We gaan naar de mensen dicht in de buurten om gezondheid te brengen. En mijn aangelegenheid is het medisch gedeelte. Dan vallen rechtstreeks de artsen onder mij. Ik zei al lab, apotheek en het medisch directoraat. Sinds in het begin van de pandemie zijn wij betrokken bij het vaccinatiegedeelte. En bij meer dan 14 units van de RGD vaccineren we dagelijks. Niet alleen bij één polykliniek, maar net als hoe ik al eerder zei, verschillende polyklinieken. Los daarvan doen wij onze bijdrage of geven wij onze bijdrage ook bij POC met Human Resources voor vaccinatie, zorghotel. En heel binnenkort zijn wij ook gestart met outreach programma's naar de buurten toe. Ik kan u verklappen bij deze dat we voor deze zaterdag, 4 december, gaan we op La Vigilancia zijn, Domburen. Donderdag aanstaande zijn gaan we dus met een mobiele team naar Bernadorp en we zijn ook op Sanderij voor vaccinatie. Maar de andere units van ons, die gaan gewoon normaal door. Ja. Dus we zijn nu eigenlijk bezig met een soort marathon van vaccinatie en we proberen steeds meer mensen te motiveren en te overtuigen hoe belangrijk het is om te vaccineren. En we bieden het dicht bij huis. Als ze niet naar de polyklinica kunnen komen, dan gaan we naar ze toe. Sylvana Harderwijk-Linga gaf tijdens het live opbelprogramma Niet Zomaar een Prikje een duidelijke presentatie hoe men zich kan beschermen tegen het coronavirus. Wij als RGD'ers, we houden heel veel van aanschouwingsmateriaal, vooral bij het brengen van voorlichting naar de mensen. We gebruiken ook veel aanschouwingsmateriaal om eigenlijk het beter naar voren te brengen, zodat mensen ons beter kunnen begrijpen, cliënten het beter kunnen begrijpen. Ik heb vandaag meegenomen een shield en een zwaard. Dat is dan gemaakt door een amiga van me. Amiga betekent een vriendin van mij. Dit moet een shield voorstellen en dit is dan een zwaard. En dan wil ik u dus terugbrengen naar de tijd van de Romeinse Rijk. Ja. Weet u? Wanneer ze oorlogen hadden. En nu zitten we in een pandemieperiode. Dat zou je moeten zien als een oorlogperiode. Je bent niet in rust, je bent in een strijdperiode. Ja. Hoe brengen we dit over aan onze cliënten? Het vaccineren
geven we aan van, het is een bescherming wat je krijgt. Het boost aan je immuunsysteem, je afweersysteem. En het beschermt je. Je kan het zien als een schild en een zwaard. Ja. Want het is een strijd waar je continu bezig moet zijn. Je moet afdekken, je moet terugvechten. En dat krijg je eigenlijk door het vaccineren. Nadat je bent gevaccineerd, wil dit niet zeggen dat je niet ziek kan worden. Je kan best wel ziek worden, maar let wel, je kan wel afdekken. Dat je armen misschien niet geraakt worden, of je benen, toch? Of je borstgedeelte. Maar stel je had dit hier helemaal niet. En het virus komt naar je af. Waarmee ga je dekken? Waarmee bescherm jij jezelf? Dan heb je dan geen shield en je hebt ook geen zwaard. Dus we gebruiken dus dit over het algemeen om over te brengen aan de cliënten. Wat is het eigenlijk wanneer je vaccineert? Hoe belangrijk is het eigenlijk? Het is belangrijk dat je het als shield hebt. Je hebt een zwaard om terug te vechten, want het is een continue strijd. We zitten nog steeds in een pandemieperiode. En het moment dat je volledig bent gevaccineerd, is het echt like a shield en een schild en een zwaard. En je gaat terugvechten. Je gaat niet opgeven. Je gaat terugvechten en vechten totdat de pandemieperiode voorbij is gegaan. En we praten ook over een dekkingsgraad, maar vele mensen snappen dat niet. Wat betekent dat eigenlijk? Met hetzelfde schild en zwaard leggen we dat ook uit. Van kijk, als wij allemaal hier een schild zouden hebben en een zwaard, en zelfs als er nog twee andere mensen achter ons zouden zijn en die zijn niet gevaccineerd, ze hebben geen schild of ze hebben geen zwaard, wij kunnen ze beschermen, omdat dan overgrootste deel dan een schild en een zwaard heeft. Ja. Maar stel dat ik alleen een schild heb en een zwaard, hoe bescherm ik meneer Binda en hoe bescherm ik mijn collega? Het is echt veel te weinig. En daarnaartoe streven wij als RGDS om echt de dekkingsgraad te gaan bereiken. We hebben eigenlijk een schild nodig en een zwaard wat wij uitbeelden als vaccinatie. Dus onze dekking om ons te beschermen. En we blijven mensen motiveren om te vaccineren. Want in de meeste gevallen is het dat de mensen niet, het is niet dat ze niet willen vaccineren, maar het is eigenlijk omdat ze niet genoeg informatie hebben, of misschien is het niet in hun taal, ze snappen het niet, maar het moment dat je door blijft communiceren, je gaat naar ze toe, je legt ze uit, je gebruikt illustratiemateriaal, dan komt het wel duidelijk naar voren. Omdat het door een gebrek aan kennis is, dat men bepaalde keuzes niet kan maken. Okay. Maar het moment dat het duidelijk is, dan zie je dat men echt wel de stap neemt om, ik wil vaccineren. Je hoeft ze niet te dwingen, ze komen uit zichzelf, omdat ze het dan gesnapt hebben. We hopen dat met deze presentatie de onderdirecteur u heeft weten te overhalen om zich nu wel te laten vaccineren, mocht u nog twijfels hebben. Tijdens de onlangs gehouden COVID-19 persconferentie heeft politiecommissaris Henry Seedorf laten weten dat de politie niet tevreden is met de eigen verantwoordelijkheid van de burger na te zijn overgestapt van het overbrengen van lockdown-overtreders. Ook de politie wordt moe en dat baart de politiecommissaris ernstige zorgen. Verder kan de politie in opdracht van de minister overgaan tot beslaglegging indien men de boete niet voldaan heeft. Aldus politiecommissaris Henry Seedorf. U weet dus dat wij afgestapt zijn van het opbrengen van lockdown-overtreders met het oog op het leggen van een stukje zelfverantwoordelijkheid bij de burgers. En we hebben dus de trend gevolgd voor wat betreft de gedragingen. En ik moet zeggen dus dat we niet tevreden zijn met wat we zien en wat we constateren. Het is al aangehaald zowel door de minister als door de heer Noregio. Dus dat het aanpassen van de handhaving vaak vertaald wordt als de ruimte om gedragingen tentoon te stellen die in strijd zijn met de COVID-maatregelen. Er is gesproken over de vele uitnodigingen ter bijwoning van huis- en andersoortige feesten. En dat legt onnodig druk op het personeelsbestand. Omdat naast de COVID-handhaving de politie ook nog moet zorgen dragen voor de handhaving van de reguliere zaken, de openbare orde rakende. En ik moet zeggen dat het ons ook zorgen baart, omdat we een stukje vermoeidheid merken bij het personeel.
niet alleen fysiek, maar ook eist het een mentale tol. Ik geef een beeld van de reeds opgelegde boetes over het afgelopen jaar. En dat is op ongeveer 7 miljoen SRD uitgeschreven boetes. Het is zo dus dat bij het opleggen van de boetes de overtreder in de gelegenheid gesteld wordt om te voldoen op een rekening van het ministerie van Financiën. Dus hoeveel daadwerkelijk is gestort, daar hebben we nog geen zicht op. Maar de minister die heeft de mogelijkheid om bestuurlijke dwang toe te passen. Dat betekent dus dat indien betrokkenen niet betaald heeft, niet voldaan heeft, dat er ruimte bestaat om beslag te leggen op zaken. Om een beeld te schetsen van zaken die nog steeds verboden zijn en waaraan boetes verbonden zijn, gaf de politiecommissaris een beeld van wat de boetes inhouden. Voor het gemak wil ik nogmaals de boetelijst in vogelvlucht doornemen. Het geeft dan een beeld van de zaken die nog steeds verboden zijn. Mond- en neusbedekking, de overtreding daarvan, indien u dat niet op hebt, levert het een boete op van 500 SRD. Het verbod op om op de niet toegestane dagen en tijden op de openbare weg te begeven of te bevinden is 700 SRD. Samenscholing 850 SRD. Het negeren van een ambtelijk bevel door groepen van meer dan het aantal toegestane mensen is 700 SRD. Verbod op feesten is 10.000 SRD. Verbod bijeenkomsten, rouwzittingen, waarbij meer mensen aanwezig zijn dan toegestaan, is 500 SRD. Verbod thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, 500 SRD. Verbod contactsporten, 850 SRD. Verbod gebruik alcoholhoudende dranken in het openbaar. En het, of het zich niet onnodig ophouden in de nabijheid van winkels en supermarkten, 850 SRD. Verbod openstelling voor het publiek toegankelijke commerciële localiteiten is 10.000 SRD. Het verbod zich te onttrekken aan of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden bij opgelegd of medegedeelde maatregel van quarantaine is 4.000. En dat geeft dan een beeld, een indicatie van de gedragingen die in het kader van de COVID-maatregelen verboden zijn. Bij de eerstvolgende COVID-19-golf zullen er harde keuzes gemaakt moeten worden over hoeveel patiënten die besmet zijn met het virus intensieve zorg zullen krijgen. Dat zei de minister van Volksgezondheid tijdens de onlangs gehouden persconferentie. Er kan geen rekening gehouden worden met mensen die willen feesten en daarna ongevaccineerd belanden op de intensive care, terwijl er patiënten zijn die ook hulp nodig hebben. Een vijfde golf zal verwoestend zijn en funest zijn voor onze zorgsector. Niet alleen voor de zorgsector, voor elke persoon die zelf voor een simpele kwaal niet geholpen zal kunnen worden. En ik denk niet dat we dat willen. De kinderhartmissie is pas geweest. Ik wil van deze plaats ook de kinderhartmissie, de chirurgen die geweest zijn, het hele team bedanken voor die inzet. Maar het zijn kinderen die al maanden, volgens mij jaren, geopereerd moeten worden. En die kinderen hebben, los van die behandeling, ook intensieve zorg nodig. Moeten wij dan, omwille van enkele personen die willen feesten, deze kinderen nog langer laten wachten? Of moeten we die intensive care niet anders gaan inrichten, zodat onze kinderen die pas worden geopereerd nog even in de IC kunnen gaan voor stabilisatie en dan kunnen ze weer de betere kant op gaan? De neurochirurgie-missie is geweest? Nog niet geweest? Moet ook komen. Maar zo zijn er een aantal missies. We zijn nu bezig met de voorbereiding voor de niertransplantatie-missie. Moet ook komen. Maar daarvoor hebben we intensieve zorg nodig. Daar hebben we intensive care voor nodig. En ik mag u zeggen, het is niet makkelijk om die intensive care zo lang bezet te houden voor COVID-19. We hebben een landelijke capaciteit van tussen de 30 en 40.
En we gaan helaas besluiten moeten nemen bij een volgende golf dat wij een dedicated aantal IC-bedden slechts beperkt zullen houden voor COVID-19. Want die reguliere zorg, die pakweg 90 tot boven 90% uitmaakt van het probleem van de zorg in het Suriname, moet weer geoptimaliseerd worden. Laat je vaccineren. De priklocatie kunt u dagelijks vinden op de social media kanalen van het ministerie van Volksgezondheid, het BOG en op de website laatjevaccineren.sr. Ik hoop van harte dat u al deze info tot u neemt en het ook nog verder verspreidt. Laten we met z'n allen eraan werken dat we gauw uit deze pandemie stappen en dat we met trots de wereld kunnen laten zien hoe wij dat gedaan hebben. Ik groet u voor vandaag en wens u nog een fijne voortzetting van uw dag toe. Tot de volgende keer.